Lekker. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video en welkom terug in de disco. Ook maar weer een reden om niet koffie achter het stuur te drinken. Ik gooide net gewoon volledig over me heen terwijl ik over een drempel heen reed. Bloedhete koffie. Nou ja, lekker begin van de dag. Ik ben onderweg naar Jacob Schaap in Lelystad. Daar heb ik deze disco gekocht. En zij hadden toevallig mijn eerdere video gezien over de 5 top en flop zaken van mijn disco. En die zeiden, joh Erik, goede punten, zit zeker wat in. Maar inmiddels is natuurlijk, zoals ik aan het einde van de video eigenlijk al een beetje ook had aangegeven, was er inmiddels al een nieuwe disco sport op de markt gekomen. En hun hebben inmiddels een modelletje staan. En die zeiden, waarom kom je niet even bij ons langs? En dan kan je er een stukje mee rijden. En dat is natuurlijk precies wat we gaan doen. Zo, 2 uur verder, eindelijk in Lelystad aangekomen en de sleutel van de nieuwe Discovery Sport. En dan staan ze zomaar mooi bij elkaar. En dan moet ik eerlijk zeggen, op het moment dat die auto onthuld werd, had ik het niet gelijk door dat het de nieuwe was. Want qua uiterlijk lijken ze niet heel erg veel te verschillen. De nieuwe heeft dezelfde grill als die ik eerst in mijn disco had zitten. Maar goed, die kan je natuurlijk gewoon makkelijk verwisselen, want dit is de Dynamic Grill. Maar wat wel gelijk opvalt, zijn natuurlijk de koplampen. Die zijn hier een stuk chiquer. Doen een beetje aan de Range Rover Velar denken. En daaronder, bij de mistlampen, zitten hier eigenlijk kieuwen. En die lijken dan ook weer heel erg op die van de normale Discovery. Even kijken. Nou, gelukkig, je kan er wel echt doorheen kijken. Dus ze zijn wel echt functioneel en niet alleen voor de sier. En zelf natuurlijk aan de achterkant. Hier heb je mooie ronde achterlichten. En nou ja, hier gewoon wat strakker, ook wederom een beetje meer richting de Range Rover stijl. En die bagageruimte die is nog eens een keer 5% gegroeid en daardoor komt het totaal nu op 1794 liter. En eerlijk gezegd heb ik geen idee waar die extra 5% vandaan is gekomen, want het ziet er eigenlijk helemaal hetzelfde uit. Stroompunten achterin, dat kunnen er totaal 6 USB-poorten door de hele auto worden. Vlakke bagagebodem, geen volwaardig reservewiel, maar een thuiskomertje. Neerklapbare achterbank in 2 delen die zo goed als helemaal vlak gaat. Optioneel natuurlijk eventueel een derde zitrij. Maar ja, wat op zich ook wel weer grappig is, want het laatste wat deze auto nodig had was meer ruimte. Maar goed, nu kan je ongeveer 40 liter meer meenemen dan bij mij. Het is net een rugzakje. Best wel comfortabel ook. En alsof dat nog niet genoeg was, je hebt ook nog eens een keer 25% meer interieuropslag. Dus meer bakjes en vakjes en dingetjes. Eén ding wat me wel gelijk opvalt, is dit. Mooi pianolakkie, mooi strippie. Maar, dan moet ik eigenlijk even naar mijn eigen disco lopen. Kijk, hier was ook een opslagdingetje, inclusief een USB-poortje. En dat was juist super handig, want daardoor kon ik vaak een GoPro of een powerbankje of een tweede telefoon daar neerleggen en gelijktijdig opladen. Maar ja, die is dus nu een soort van dichtgesoldeerd bij de nieuwe. En er komt er nog eentje. Kijk, dit is onder wel mijn meest briljante aankoop geweest. 5 euro op AliExpress. Een verdeler. Normaal is het één groot verzamelgat daaronder. En nu past deze er precies in. Gemaakt voor de auto. En allemaal vakjes om in ieder geval alles in te delen. En bij die nieuwe is dat juist weer veranderd naar een inductielaadsysteem. Super handig natuurlijk, want de nieuwe iPhone inderdaad kan je inductie laden. En dat kan niet in mijn auto. Kijk, hartstikke handig. Kan je een iPhone daar neergooien. Maar verder gebruik je die ruimte eigenlijk niet. Dus ja, als we dan toch bezig zijn om meer ruimte te creëren, had daar dan nog een verdelertje of iets neergezet. Waar ik dan weer wel heel erg van onder indruk ben, is dit. Dit is een normale configuratie, natuurlijk een armsteuntje en gelijk een diepe laadbodem. Hier zitten ook eventueel extra USB 3.0 opladers en eventueel natuurlijk een 4G hotspot. Hier zit natuurlijk je bekerhouders, maar, en dat kan dus bij die van mij niet, je kan dat allemaal weer eruit halen. En dan heb je in één keer, zelfs hieronder nog, mega opslagruimte.
En ook op de achterbank vrij weinig tot niks veranderd. Nog steeds onafhankelijk van elkaar verschuifbaar. Waardoor dus meer bagageruimte kan creëren of eventueel meer beenruimte. Onafhankelijk natuurlijk neerklapbaar en zeeën van beenruimte. Toch, jongens? Daar zitten we dan eindelijk achter het stuur van de nieuwe Discovery Sport. Althans, dat denk ik dat dit de Discovery Sport is, want het stuur is volledig anders. Het is gewoon de stuur uit de echte Discovery, dus de auto die boven de Sport staat. Er staat namelijk op het stuur alleen maar Discovery en niet zoals bij mijn Disco, mooi Land Rover. Nou ja, kan een keuze zijn. Daardoor heb je dus ook nieuwe sneltoetsen op het stuur zitten, weliswaar een pianolak. Ben ik niet heel erg fan van. Zit hier ook. Kom ik zo meteen nog wel op terug. Daarmee kan je natuurlijk je telefoon en je cruise control, nou ja, noem het allemaal, bedienen. Wat wel weer heel grappig is. Dit is dezelfde motor als mijn Disco. De 150 pk instapdiesel. Die is ook gekoppeld aan de 9-traps automaat ZF. Alleen nu heb je wel weer een ouderwetse of traditionele pook in het midden. In plaats van dus die ronde draaiknop die in mijn Disco zat. Het is ook dezelfde als die bijvoorbeeld in een Jaguar F-Type zit. En ondanks dat hij hetzelfde vermogenaantal levert, komt het qua rumoerigheid stuk minder het interieur binnen. Als ik een klein beetje gas geef, nou ja, 90 km per uur, 100 km per uur, 2500 toeren. Het komt gewoon echt niet binnen. En dat is op zich logisch. Er zijn natuurlijk nieuwe elementen toegepast om te zorgen dat het wat beter geïsoleerd is. En daardoor komt die nukkige diesel, die bij mij behoorlijk het interieur in komt, ja, hier gewoon helemaal niet merkbaar. Dus dat is wel dik in orde, ja. Het grootste verschil onderhuids is dat het nog eens een keer een mild hybrid versie is. Daardoor zit er een elektromotor ergens in het midden. Ik ben totaal geen autojournalist en ik weet totaal niet hoe je dat precies goed moet uitleggen. Maar waar het op neerkomt is dat het eigenlijk een soort van hulpmotortje is. Is dat op het moment dat je langzamer dan 17 km per uur rijdt, dan schakelt hij ook gewoon de motor uit. Ik zal eens even kijken of we het kunnen demonstreren. Er gaan nu 40, 30, 20, 18, 19, 17... En nu staat hij uit en nu ben ik nog steeds aan het remmen. En nu staan we pas stil. Dus van 17 km tot en met 0 doet hij het op een elektromotortje. En op het moment dat je ook van je gas afgaat, dan is hij daar dus alvast voor energie voor aan het opslaan. En dat zou dan weer een beetje moeten helpen met het verbruik. Dan is de diesel tank ook nog eens een keer gegroeid. Die is nu 65 liter groot en de benzineversie zelfs 67 liter. Dus nou ja, dan ga je helemaal een stukje verder mee komen. En later schijnt er dus een hybride versie van de Discovery Sport te komen. En daarmee zou je een gecombineerd vermogen van ongeveer 300 pk hebben. En natuurlijk veel belangrijker, heb je een wegenbelastingvoordeel tot 2024. Die auto is ongeveer 3000 euro duurder dan het instapmodel van de Discovery Sport. Maar ja, die zou je sowieso niet moeten willen, want dat is een voorwielaandrijver, een handbak en krijg je ongeveer iets van kartonnen stoelen. Dus ik denk dat als je iets meer besteedt en voor zo'n hybride versie gaat, zal het een stuk beter zijn dan het instapmodel. En wat valt me verder dan nog op als Disco Sport eigenaar rijder aan de nieuwe Disco? Hij is bijzonder comfortabel, nog wel heel erg sportief. Hij is wel een stuk zwaarder en ik moet heel eerlijk zeggen, dat merk je voor mijn gevoel totaal niet. Het is dat ik het op papier heb zien staan dat deze zwaarder is, maar ja, ik merk het er niet aan af. Besturing lijkt ook een stuk beter te zijn. Bij mij is het echt een soort van zeilboot. Je moet echt, zeg maar, hoepelen om te zorgen dat je de bocht omgaat. En dit voelt een stuk directer. De stoelen zijn ook aangepakt. Ze zijn wel wederom comfortabeler en zitten een stuk beter dan bij mij. Maar qua ondersteuning, op het moment dat je een bocht doorgaat, is nog niet heel veel verbeterd. Dat is gewoon niet het doel. Je zit gewoon fantastisch. Je zit wat hoger. Je hebt natuurlijk een goed zicht op de weg. Maar op het moment dat je een bocht doorgaat, ja, moet je niet te veel verwachten van die stoelen. Ik ben nu zo'n halve dag onderweg in de nieuwe Disco Sport en mijn gedachten zijn een beetje tweeledig. Het is heel veel van hetzelfde.
En gelijktijdig ook weer niet. Dan moet ik gelijk bij zeggen, dit is niet de versie zoals ik hem hoopte te rijden of aan jullie zou willen laten zien. De kleur is niet spannend. Er zitten niet hele bijzondere wielen onder. En qua opties is er ook gewoon rustig aan gedaan in de optielijst. Nou ja, natuurlijk, dat kost geld. Maar ja, kijk bijvoorbeeld naar de tellers. Die zijn half digitaal, half analoog. Vanaf 150 km per uur worden ze in één keer digitaal. Terwijl het hele instrumentarium is natuurlijk ook digitaal te krijgen. En dan zie je ook je navigatie en zo. Nou ja, we kennen het van ook van Audi en alle andere merken. Het middenpaneel is natuurlijk hetgeen waar het allergrootste verschil in zit. Ja, je hebt nu 10, zoveel inch display waarop je je navigatie, je muziek, etc. hebt. Dat ziet er een heel stuk beter uit dan bij mij. En dat doet het gelukkig ook echt een stuk beter. Maar daaronder, alles in pianolak. Echt, ik zie nu al de vette vingers erop zitten. Wat ze dan weer aangepast hebben, is de manier waarop je je systeem kiest op welke ondergrond je rijdt. Je kan natuurlijk in auto laten, maar nu heb je een speciale knop ervoor. En dan draai je waar ook normaal gesproken de temperatuur zit. En dan kan je vervolgens zeggen, joh, ik wil sneeuw of gras, etc. Het ziet er heel grappig uit en werkt verder ook helemaal perfect. Ik heb gewoon simpele drukknopjes en nou ja, nu is het ook weer digitaal. Verder heb je dan nog eens bijvoorbeeld je achteruitkijkspiegel op het moment dat je auto helemaal vol ligt. Net zoals dat wij hadden naar Noorwegen, rij je je auto eigenlijk als busjes op je zijspiegel. En nu kan je dus in de antenne bovenop het dak kan je optioneel een camera krijgen waardoor je in je achteruitkijkspiegel je zicht naar achteren nogmaals kan terughalen. En gelijktijdig als je een camera aan de voorkant van de auto bestelt, kan die een soort van 180 graden view projecteren, waardoor je kan zien wat er voor de auto ligt. Natuurlijk heel erg handig op het moment dat je of rood gaat rijden of nou ja, als je de kat van je buren niet overeind wil rijden. Ze staan weer mooi bij elkaar. Ik ga de sleutel van de Disco Sport 2020 ga ik weer inleveren en dan ga ik weer met mijn eigen disco lekker naar huis. Heel erg fijn om in ieder geval een keertje met die disco te hebben gereden. Nogmaals dank aan Jacob Schaap in Lelystad. En ja, ik hoop dat ik binnenkort nog een keertje kan rijden met echt alle digitale functies erop. Het is sowieso echt een hele sterk verbeterde auto. Ondanks dat je het misschien niet altijd even snel door hebt. Je hebt bijvoorbeeld heel veel functies die je ook op de Range Rover Evoque kon krijgen. Heel veel functies die je ook op de Discovery had zitten. Nou, die hebben ze eigenlijk een soort van door de hete was heen gehaald. En die kan je dus nu eindelijk ook op de nieuwe Disco Sport krijgen. Maar voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ram hem nog even op die abonneerknop. En graag tot de volgende video.